Goedendag, Frank Lange hier. Vandaag ga ik uitleg doen over loopstreek aan pull-down. Hoe je die het meest ideaal voor de rug doet. Nou, het eerste wat belangrijk is de startpositie. Je rugspier hecht aan je bovenarm. Dus als je wil starten, wil je je arm boven je schouder hebben. Zit die eronder, dan ga je al veel minder je rug kunnen gebruiken. Dus als je begint en je gaat staan, zorg dat je arm boven je schouder is. De eerste beweging die je maakt is je schouder recht omlaag duwen. Je trekt hem niet naar achteren, maar je trekt hem omlaag. Dan ga je eigenlijk om en om, ga je handen naar beneden, schouders weer omlaag. Handen naar beneden, schouders weer omlaag. En je trekt hem uiteindelijk helemaal naar je toe. En als je hier bent, ben je de kabel in 45 graden, want dan staat er de meeste spanning in je rug. Dus als ik hem helemaal volledig doe, je doet je schouders omlaag, en dan ga je om en om gaan bewegen. Ga je iets meer rechtop staan en je brengt je schouderbladen naar achteren. Als ik vlakbij mijn lichaam ben, wat ik eigenlijk probeer is met mijn ellebogen in mijn ribbenkast te duwen. Je wilt niet je armen voorbij je lichaam trekken, want dat is niet de functie van je rugspier. Dat is meer de functie van je achterkant van je schouder. Dus als je op de rugvleugel wil blijven, blijf je ervoor en eigenlijk wil je met je ellebogen achter je lichaam terechtkomen. Dan hou je de meeste spanning terug. Nou, dit is de uitleg van de loopstreek aan pull-down. Heb je nog andere oefeningen waar je graag wat meer informatie op wil hebben? Laat me een reactie hieronder achter en dan spreek je snel weer. Tot dan.